Maurice de Hond heeft de rechtszaak verloren tegen de makers van de veroordeling en de Deventer Mediazaak. De opiniepeiler, betrokken bij de Deventer moordzaak, vond dat de film en podcast onrechtmatig waren en hem schofterig neerzetten. De eis was verwijdering van de podcast en rectificatie door VPRO slash human en filmproducent Bint. De rechter oordeelde tegen de Hond, die volgens de rechter de publieke aansprakelijkheid aanvaarde door beschuldigingen te uiten. De film De veroordeling gebruikte echte archiefbeelden van de hond zonder acteurs. De zaak werpt een nieuw licht op de relatie tussen media en publieke figuren met de hond als opvallende betrokkenen. Het vonnis kan verstrekkende gevolgen hebben voor hoe betrokkenen in spraakmakende zaken worden afgebeeld in films en podcasts. Ontdek meer over de rechtszaak, het oordeel van de rechter en de bredere implicaties voor media en recht. Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen in dit juridische geschil.